Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 9 april maandag. Ja, het is bewolkt in Nederland, de zon heeft het moeilijk, breekt er af en toe wel doorheen en de temperaturen blijven daardoor iets achter. Die bewolking die blijft ook nog wel enige tijd overheersen. En in de loop van de middag, maar met name vanavond, kunnen er ook in het zuiden een aantal buien tot ontwikkeling gaan komen. Vanochtend hadden we ook al te maken met wat neerslag. Hier zien we nog de restanten van die regen die met name in het westen van het land viel en op de Waddeneilanden. Daar heeft het zelfs enige uren achter elkaar geregend op Tessel en ook in de kop van Noord-Holland. Die neerslag is inmiddels verdwenen, maar vanuit het zuiden krijgen we dus later te maken met een aantal buien. En die buien die zullen vooral in het zuidwesten van het land gaan vallen. En dat kunnen best stevige buien zijn met kans ook op onweer. Temperatuur die ligt vanavond zo tussen de 9 en 17 graden. Het is wel zo dat die 17 graden ook geleidelijk aan minder wordt in de loop van de avond. Verder is er veel bewolking aanwezig en zijn er een paar opklaringen. Het is met name hoge bewolking die ervoor zorgt dat vanmiddag de zon afgeschermd wordt. En die hoge bewolking die is dus vanavond ook nog wel aanwezig. Vannacht wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt dan naar zo'n 9 tot 11 graden. De wind waait uit oostelijke richtingen en is zwak tot matig. Ja, en morgen, ik denk best wel wat regionale verschillen. In het noorden is er eerst flink wat zon en daar loopt de temperatuur ook het hardst op. In het zuiden neemt al vrij snel de bewolking toe en kan er af en toe wat regen gaan vallen. En in de loop van de middag kan er dan in de noordelijke helft van het land ook een aantal buien tot ontwikkeling gaan komen. En dat kunnen stevige buien zijn met kans op hagel en onweer. En lokaal kan er ook flink wat water vallen. De wind die waait de hele dag zo'n beetje uit het oosten en is zwak tot matig. In de lopende dag neemt die wind nog wat verder af en wordt die ook veranderlijk. Ja, de komende dagen blijft het weerbeeld toch wel enigszins wisselvallig. Iedere dag vallen er wel een paar buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En de temperatuur die doet het prima: zo tussen de 15 en 20 graden liggen de maxima. En daarmee is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Want de normale temperatuur ligt zo rond de 13 graden. En als we dan nog eventjes naar de lange termijn kijken. Dan zien we ook dat het zachte weer zich voorlopig weet te handhaven. Volgende week stijgt de temperatuur zelfs nog wat verder. En komen we uit rond de 23 graden op dinsdag, woensdag en donderdag. Als het zover komt natuurlijk, want het is nog ver weg. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.